jullie geest erheen. Wat leuk dat u voor de bewoners wilt optreden, wilt zingen. U scoorde hoge ogen met Breng die rozen naar Sandra en Op de kermis. Hele goede middag. Ja, ik heb natuurlijk in de loop der jaren, ik doe dit vak al 55 jaar. Ik ben begonnen in 1963 en veel mensen vragen waar ik vandaan kom. Ik ben geboren in Bussum in 1945, dus ik ben 73 jaar. En we zijn geëmigreerd naar Amerika toe in 1948. Ik kwam terug in 1963 en kwam ik in het programma Voor de Vuist Weg van Willem Duis. En ik kwam in het programma omdat ik gezongen had voor president Kennedy. En in het programma was Willy Alberti, die nam me naar de NV Fonogram. Toen kwam mijn eerste plaatje en door de jaren heen heel veel shows gemaakt voor de AFRO en voor de KRO, tv-shows, Ronnie Tober shows. Twee keer meegedaan met het Eurovisie Songfestival. De eerste keer in 1965 met het liedje Geweldig en de tweede keer was in 1968 in Londen in de Royal Albert Hall. En ik heb natuurlijk zeer bijzondere dingen mee mogen doen. Ik heb net afgelopen mei met de toppers in de arena gestaan, 3 dagen, voor 210.000 mensen. Ik heb een mooie film mogen maken met deze cameraman voor Martijn Nellestein over Sinterklaas en de pakjesboot of zoiets. En ik heb met heel veel fijne collega's mogen werken. Samen duetten gedaan met Willeke Alberti, Anneke Grunlo. Ja, lekker bord! We hebben natuurlijk een heel naar jaar gehad, want er zijn natuurlijk heel veel artiesten overleden. Het is begonnen met Helen Shepherd, die uit deze conterij kwam, van de Shepherds. En toen na Helen was natuurlijk Anneke Grunlo, toen Sjoukje Hoijmeijer, toen Koos Alberts. En Koos was natuurlijk een hele klap, en we hadden net in de arena gestaan met Koos, bij de toppers. En, maar ja, life goes on, we gaan gewoon verder door met ademhalen. En deze heerlijke optredens doen voor senioren. U gaat samen met Ronnie Tober straks optreden. Ja, klopt. En het is uw beste vriend, hoorde ik ja, u net zeggen. Ja, het is mijn allerbeste vriendje. Absoluut. Al jaren. Ja. Treedt u vaak samen op? Ja, heel regelmatig. En het is eigenlijk altijd heel gezellig. Ja, kan niet anders zeggen. En welke nummers gaat u straks zingen? Je bedoelt met hem samen? Nou, onder andere de Kermis, die heeft hij toen gezongen met Siska Peters. De Orgelman heeft hij gezongen met Anneke Grunlo. Nou, die gaan we sowieso doen. En voor de rest zien we wel wat we nog meer gaan doen, dat hoor ik altijd van hem. Wij zullen samen zijn. We kennen je van talenten Sterrenjacht. Ja, Veronica Sterrenjacht. Dat is lang geleden hoor. Ik was toen 21. Het was eigenlijk de voorloper van nou, wat je nu hebt, Idols, wat hebben we nog meer, The Voice. Dat was eigenlijk de voorloper ervan. En toen had ik het voorrecht om in de finale te komen. Nou, en uiteindelijk die finale te winnen. Ja, mooier kan natuurlijk niet. Ja, en dat was eigenlijk het allerbegin. Ja, ik ben natuurlijk zelf 73, een senior. En de mensen waar wij voor zingen, is natuurlijk het publiek die mijn liedjes kennen. Want de jeugd, die kennen mij niet. Ja, die kunnen me misschien alleen door Ali B, omdat ik met Ali B heel veel gewerkt heb. 60 voorstellingen. Maar voor de rest, ik ben tevreden. Wat was tot nu toe het mooiste moment uit uw vak? Het mooiste, Anita. Kan je eerlijk vertellen, een van de mooiste dingen wat ik heb mogen ontvangen was een koninklijke onderscheiding van koningin Beatrix. En een zeer voorspoedig, maar vooral gezond 2019. Wie weet wat er in petto is voor ons. Het gaat u allemaal goed. Als het u goed gaat, gaat het mij goed. Anita, bedankt.